en heren. Mag ik met jullie eens heel even hebben over politiek? Heel even maar. U weet het of u weet het niet, maar tot het eind van 1993 was België, wij dus, voorzitter van de EEG, van de Europese Gemeenschap. En bij het einde van dat voorzitterschap heeft Jean-Luc Dehaene, hij weer, een speech gegeven in het Engels. Ik weet niet of u dat ooit gezien hebt. Jean-Luc Dehaene in het Engels. Dat was eigenlijk een heel klein beetje triestig. Dat was een beetje zielig. Dat was zo triestig dat wanneer Dehaene door de Wetstraat liep in Brussel en door het park van Brussel kwam, zo triestig was het dat zelfs de eendjes in het park brood naar hem gooiden. Ja. Maar mensen die bij het Europees Parlement werken en Europese ambtenaren, dat weet u, die moeten uiteraard allerlei talen spreken. En we hebben er vanavond zo een bij ons. Zijn naam is Jean-Claude Debussy. En Jean-Claude Debussy die gaat nu voor u een aantal pseudo-politieke termen vertalen in het Engels en het Frans. Dames en heren, mag ik u speciale aandacht van het Europees Parlement voor Jean-Claude Debussy. Meneer Debussy, goedenavond. Goedenavond. Meneer Debussy, hoe zou u vertalen in het Frans? Jean-Luc Dehaene heeft een slechte vriend. Jean-Luc Lecoq a un salami. Dan heel even in het Engels. Nochtans scheert die hoge toppen. But he shaves Wendy van Wanten. Een facelift zou welkom zijn. Il aime le visage ascenseur. Maar elk huisje heeft zijn kruisje. Maar chaque villa a son de croix. Willy Klaas doet de groeten aan zijn vrouw. Willy Klaas fait bonjour à Gusta. Erik van Rompuy is een vrijgezel. Erik van Rompuy est un savasseul. Jean-Pierre van Rossum is een goedlachs politieker. Jean-Pierre van Rossum est une vache qui rit. Nochtans, hij heeft een prettig aangezicht. Il a une amuse-gueule. Hij is onderweg met drie Zwitsers. Il va au trois Suisses. En dan heel even vertalen in het Engels, want hij heeft teruggetrokken van de belastingen. Because he has masturbated from the taxes. Jean Gaul vroeg aan Jean-Luc Dehaene, heb je nu al haar? Et alors? Niet gemakkelijk. Guy Matteau is in de trein de moer aan het vastmaken. Guy Matteau est en train de faire l'amour. En dan heel even vertalen uit het Engels. Margaret Thatcher. Margriet Hermans. Makes a breakfast. Maakt haar breakfast. Near the desert. Na het dessert. She's also a careful mother. Zij is ook een careful mother. Ja, dank u wel, meneer Messie. Merci bien. Au revoir. Bon appétit, dan.